Ja, zaterdag 's ochtends ga ik hier meestal naar de molen toe. Meestal kijk ik thuis een beetje, nou, komt er wind vandaag of krijgen we helemaal geen wind. Maar over het algemeen waait het natuurlijk wel, ligt het. Meestal gebeurt er natuurlijk 's ochtends weinig wind, maar over het algemeen komt het wel wind. Ja, waarom ben ik naar molenaar geworden? Ja, dat kan ik eigenlijk niet zo goed zeggen eigenlijk. Ja, dit is een soort virus inderdaad. Ja. Ik denk niet dat ik fanatiek ben, maar ja, ja, een beetje wel. Ja, ik vind wel als je een diploma hebt en je bent molenaar, het is wel vrijwillig, maar het is niet, vrijblijvend eigenlijk. Ik werk bij Koninklijke Woudenberg op de afdeling calculatie werkvoorbereiding. In 1995 hebben wij werk aangenomen in Tolen, de Witte Molen. En er lagen al de foldertjes van het gilde. Want ik ben in huis genomen, zo doorgelezen, ik denk, nou, misschien is dat ook wel wat voor mijn molenaar zijn. Ik had in het verleden eigenlijk nooit echt interesse om molenaar te worden, dat heb ik echt nooit gehad. Eigenlijk. Ik kwam wel eens bij Alex op de molen, het belangrijkste molen, bij het gemaal kijken. Heel vroeger bij Klaas de Groot op de molen, als je in het visje was en dergelijke, dan kwam er wel eens. Dan gaan we eens kijken bij Jan Noorlander, Schriftkerk. En daar ben ik gaan lessen. De toelating samen gehaald heb. Toen denk ik, nou, dan kan ik misschien wel alleen malen. Want de Gelkenesmolen stond altijd stil. En dan vond iedereen jammer dat die molen nooit draaide. Dus dan ben ik direct bij de bestuur bij Andries van der Graaf geweest. Dus dan kan ik niet bij de Gelkenesmolen van nu dan draaien. Nou, ja, met Ot van Houweling overlegd en die vond dat prima. Dus toen ben ik vanaf 1997, toen ik alleen maar half geslaagd was, heb ik daar gemalen. Tot 2000, tot die overleden is. Ik ben hier elke zaterdag ga ik bijna naar de molen toe. Door de week ook wel eens. Tegenwoordig werk ik 4,5 dagen. Dus vrijdagmiddag ben ik brei. Dan heb ik er voor de rest niks te doen. Het is goede wind. En dan ga ik vrijdagmiddag eventjes. Gebeurt ook wel s'avonds. Als het heel goede wind is om te malen. Sterf een zuidwestenwind. Het is al een stevige wind. En ze geven ook dat de wind blijft de hele avond. Dan ga ik wel eens of het is volle maan. Dan wil ik ook wel eens gaan. Want dat is heel mooi. Als de maan omkomt. Zeker in deze later tijd van het jaar. Komt de maan op en de zon onder. En als je heel langzaam draait, is dat een prachtig gezicht met volle maan. De stijve molen waar we hier binnen zitten nu, die is gebouwd in 1665. Daarvoor stond ook al een molen. En waarom het afgebroken is of weggegaan is, dat weet men niet. En hij heeft gemalen voor de polder tot de jaren 50, begin jaren 50. En er stonden 5 molens. Ze maalden de polder aan mij de Tienhoven. En die polder is ongeveer 1600 tot 1650 hectare. En vroeger hadden ze een beetje berekend dat ongeveer elke 300 hectare had je een molen nodig om het op tijd droog te kunnen malen als de wind was tenminste. Dat was vroeger natuurlijk niet zo erg als het water een keertje een weekje wat hoger stond. En dan kon de boer makkelijk met schouwen, met mest enzovoorts varen. En dan was dat weer mooi meegenomen. Dus niet, Maar in principe elke 300 hectare molens. Hier stonden 5 molens op een rij. En in 1900 is het stoomgemaal gekomen wat hier naast staat. Het gebouwtje staat er nog steeds. Dus daar is een stoommachine neergezet en later is daar een elektrische pomp ingezet. Ja, als ik hier zaterdag ben, dan is er licht wat te rommelen. Hier moet ik weer het weer in de gaten houden, een stukje omkruien. Zo nu en dan een keer boven in de kap smeren. Ja, om te kruien, want dan krijg je niet zo erg licht. Dus om regelmatig moet ik eens een keer hier boven kijken wat smeren. Ja, dan moet ik een keer graag maaien. En dan loop je een keer wat rond. Dan lees je even de krant. En je zet koffie. Ik speel op de orgel nu en daar wat oefenen voor de zondagdienst. Ik ben zelf ook een kerkorganist in Langerak, al heel veel jaren. Dus ik speel graag orgel. En dan kan ik hier ook zaterdags eventjes wat dingen doornemen die ik zondags moet spelen. De stijve molen hier die is nog volledig in bedrijf. Hij kan in volledig in bedrijf zijn. Hij is niet meer nodig voor de polder, want het gemalde goud slaat automatisch aan. Maar hij is nog volledig maalvaardig. Dus als ze even kan, dan maal ik ook gewoon met de molen. De polder hier is 1600 hectare, dus als je zaterdagmiddag heel de middag draait, dan trekt hij maar 1 meter, 2, 3 van die polder af. Dus dat is geen probleem. Want vroeger heb ik tot 2002 heb ik gemalen op de Botersloodse molen en dat is een polder die van 175 hectare. Dat ik dan 2 uur maalde, dan riepen de boeren al het water is weg. Dus dat, maar hier op deze molen heb ik net zoveel malen als ik wil eigenlijk.
En altijd malen ze voldoende winters. Maar halve zomer is het erg droog is en ze laten water in bij het gemaal. Dan ga ik niet malen natuurlijk, want dan moet je te gek zijn eigenlijk inderdaad. Ik ben Herman Korevaar, 62 jaar oud, een molenaar van de Stijfmolen ten Oordeloos.